Ik rij al 21 jaar de bus van Magnushof en doe met veel plezier. Maar de bus wordt nog 10 jaar oud en het is een beetje te zwaar voor ons allemaal. Er wordt veel te veel gesjouwd met stoelen. De rolstoelen erin is moeilijk te passen. Dus wat dat betreft zijn we blij dat we dus de gelegenheid krijgen om promotie te maken voor een nieuwe bus. Ja, natuurlijk, Samen Vrienden is verguld met wat Scharen schenkt. Dat wij daarvoor gehonoreerd zijn. En we hopen ook in dat weekend van 18, 19, 20 december dat heel veel mensen toch daar ook gehoor aan willen geven. De bus wordt niet alleen gebruikt voor verpleeghuis Magnushof, maar ook andere huizen binnen de stichting maken gebruik van de bus. We hebben 20 locaties, woonzorgcomplex, een verpleeghuis. En ook bejaardenhuizen. De kosten zijn heel hoog. Er wordt gepraat over 80.000 euro die nodig is om die bus. Maar het is wel nodig dat de mensen die in de tehuizen zitten van Samen, dat die dus af en toe eens een keer weg kunnen. We zijn altijd blij als we een dagje met de bus mee mogen. We zijn laatst naar Texel geweest. We hadden toevallig prachtig weer. Dus we hebben ontzettend genoten. En het is een uitkomst om eens een dagje weg te wezen. Als je hier zit. Dit is de vloer, die gaat in één keer in de bus. Daar zitten de systemen in verzonken. En zoals jullie zien is hier de centrale hendel. Die zegt, als ik deze omhoog haal, komt dit rode palletje omhoog. Dan zijn alle vier de retractoren, welke verzonken zitten in de vloer, die zijn vergrendeld of ontgrendeld. En hoe werkt dat? Eigenlijk is dit zo'n retractor die achter zit. Doe ik het palletje naar beneden, dan zegt hij, ik ben vergrendeld. Willem, als we een rolstoel vastzetten, dan zien wij daar een rolstoelplek, lichtgrijs. Dan hebben we in het midden hebben we een centrale hendel. Die halen wij omhoog, dan komt het rode palletje omhoog. Dat wil zeggen dat alle haken waarmee wij de rolstoel vastzetten, dat die ontgrendeld zijn. Nu zit ik nog niet vergrendeld, dan kan ik de rolstoel nog iets positioneren. Ik trap met mijn voet het rode pedaaltje naar beneden. En de rolstoel die zit vergrendeld. Nou, het grootste voordeel van deze opstelling is dat je meer ruimte hebt. Je hoeft niet meer je te wringen tussen de rolstoelen. Je hoeft ook niet meer aan de voorkant tussen de benen van de mensen te manoeuvreren om de riemen vast te zetten. Maar het begint natuurlijk al als je de bus gereed moet maken voor de rolstoelen. Het eruit halen van de zware stoelen. Dus het is afgelopen met het gesjouw. Je moet jezelf even één ding aanleren. Dat als dit is, hè, zo, is hoofdsteun naar beneden, zit vlak omhoog en je staat erachter. Die hand, dat je dat met tweeën doet en dan draai je hem zo, totdat die klik zegt.
Ja mensen, u heeft nu gezien hoe de oude bus was, maar vooral hoe deze nieuwe bus eruit ziet. Van alle gemakken voorzien, gebruikersvriendelijk, maar vooral ook heel veilig. Het geeft een stuk privacy voor beide partijen. Ja, en wij kunnen als samen vrienden haast, we kunnen niet wachten tot de bus in Schagen staat en dat die ook echt voor de mensen kan rijden. Met andere woorden, trek uw portemonnee, wees gul en doe een donatie. En wilt u ook vrijwilliger worden, chauffeur op de bus of een andere taak? U bent van harte welkom bij Samen. Dank u.